Gemert-Udi, dat was de volgende thuiswedstrijd voor Gemert na de nederlaag tegen OSS 20. Die was hard aangekomen in Gemert, maar het kreeg een herkansing. Gemert bleef koploper. De vraag is natuurlijk of Gemert zich kan herstellen. Want het gaat ergens om de derby Gemert tegen Udi. Het gaat om het hoofdklassenschap, het kampioenschap. Haakt Udi aan of loopt Gemert weg? Nou, vanavond staat er een topper op de hoofdklasse B. Een topper op het programma, Gemert-Udi. Natuurlijk hebben we pupil van de week. En wie is deze week de pupil? Mees van Eyck. En in welk elftal speelt Mees? E6. En weet jij waar je staat daar in E6? Ben je verdediger of ben je aanvaller? Aanvaller. Heb je ook al veel gescoord dit seizoen? Ja, 3 keer. Zo, hey, dat is mooi. En als jij nou niet voetbalt, wat doe je dan? Buitenspelen en tv kijken. En als je buitenspeelt, ben je dan ook aan het voetballen? Ja. Wie is jouw favoriete speler bij Gemert? Bart van Berlo. Waarom Bart? Hij woont tegenover mij en ik vind best wel goed voetballen. Ja, dat is ook zo, hè. En als je nou de uitslag eens moet raden. Hè? Vorige week hadden we ook de uitslag 3-0. Alleen helaas was dat 3-0 voor Os. Wat denk jij dat vanavond gaat worden? Ik denk 3-1 voor Gemert. Ah, dat is sowieso een mooie uitslag, hè. En je bent natuurlijk voor Gemert. Voor welke ploeg ben je nog meer, behalve Gemert? Heb je nog meer ploegen? PSV. Oh, dat kan ook nog een feestje worden vanavond, hè? Ja. Zou je morgen naar Eindhoven gaan als kampioen worden? Nee, denk ik niet. Nee? Nee, succes vanavond. Ja, komt goed. En Gemert-trainer Bert Ruijs, die moet het deze zaterdagavond doen zonder Toefan Kocha. Hij is geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart tegen OSS 20. Kan Gemert zich herstellen van deze nederlaag? Dat is natuurlijk de vraag. En voor Udi de vraag, haak het aan. Het wordt een hele spannende wedstrijd, dat is één ding wat zeker is. Maar Gemert speelt met Sven van Ommeren natuurlijk in het doel. Achterin Dennis Bouma rechtsback, Kees Brugmans, Mark van Dijk in het midden of de centrum. En Bart van Berlo in de achterhoede. Joost Habraken, Jasper Lalissang, Erik van Dijk terugkeert terug na een blessure op het middenveld. En Vincent Buijsen, Jury van Brussel en Thijs van Pol zijn de voorhoede. Udi 19 met Brian Vialle in het doel. Richie Sam Apong, Randy Hofmeijer, Tijmen de Ruiter en Dick Smits vormen de achterhoede. Joep van Geelkerken, Bart van Schijndel en Robin van Kuik in het middenveld. En de spitsen zijn Michiel van Zuiddam, Sam Wassenberg en Tim Wolf. Het was toch, ondanks dat PSV ook nog kampioen kon worden, gezellig druk op Sportpark Molenbroek. En Gemert, het startte in het begin sterk. De eerste 10 minuten was Gemert de bovenliggende partij. Michiel van Zuiddam dan. Nou, Dennis Bouma door de beentjes, dat doet pijn. En hier loopt hij ook vrij makkelijk. Mark van Dijk eruit. Hij krijgt de bal voor. Maar Kees Brugmans is dan de reddende engel. Maar Gemert bezondigt zich opnieuw aan veelvuldig balverlies. Hier ook 1, 2, 3 keer gaat het fout. Bart Verschijndel. Ja, en wat gaat Bart Verschijndel doen? Die loopt zo door de verdediging van Gemert. 1, 2'tje. Krijgt de bal terug. En dan is het vrij makkelijk voor Bart Verschijndel om Sven van Ommeren te passeren. En de stand op 0-1 te brengen. Hij snijdt zo door de achterhoede van Gemert. Die hij natuurlijk kent met zijn Gemert verleden. En Sven van Ommeren is kansloos. Bart Verschijndel 0-1. En dan is het opnieuw voor de tweede wedstrijd op rij dat Gemert achter de feiten aan moet lopen. Dennis Bouma, bal hoog erin. Maar echt gevaarlijk werden de voorwaartsen van Gemert absoluut niet. Daarentegen kon heerlijk voetballen van Udi 19. Ja, en hier, je loopt tegen een speler op. Mark van Dijk, die is wel wat gewend. En scheidsrechter Puts, die had wel wat meer beslissingen in huis. En hier is het Erik van Dijk die tegen een gele kaart aanloopt. Een terechte gele kaart overigens. Tim Wolf krijgt een duwtje en loopt dan vervolgens tegen Kees Brugmans aan. Dick Smits die gaat mee naar voren. En het is allemaal vrij makkelijk voetballen voor Udi 19. En Gemert is eigenlijk geen schim meer van de ploeg die het was. En wat de reden daarvan is, dat is onduidelijk. Dan maar lange ballen. Hopende op de spitsen, hopende dat die bal maar een keer goed valt. Maar echt, dit is de 36e minuut en dat was echt de eerste kans die Gemert kreeg. Thijs van Pol schiet de bal voorlangs. En ook hier zal de bal makkelijke prooi zijn voor Brian Vialle. Dan wordt er gewisseld en gaat trainer Bert Ruijs wat omzettingen plaatsvinden. Het is Ronnie van der Elzen die in het veld komt voor Jury van Brussel. En dan gaat Ronnie van der Elzen linksback spelen en schuift Bart van Berlo op. Terwijl hier een hensbal is. Joost Habraken gilt alles bij elkaar. Maar scheidsrechter Puts, die verwacht hem niet op de stip. Ja, Van Dijk loopt hier ook tegen de gele kaart aan. Daar is allemaal weinig van te zeggen. Maar het loopt niet bij Gemert. Zeker niet in de eerste helft.
En dan ga je rusten met een 0-1 achterstand. Nog niks aan de hand, maar de ruststand is dezelfde ruststand als vorige week. Toen bleef Gemert met lege handen. Dan ga je ervan uit dat direct na rust dat Gemert druk zal gaan zetten. Dat hebben ze dan ook afgesproken in de kleedkamer. Dit zijn ongesneden beelden, is direct na de aftrap. Dennis Boma, en die gaat de bal daar direct verspelen. En dan gebeurt het volgende. Hij is daar op de rechterkant weg. Alle ruimte ligt daar voor de Unispelers om uit te breken. Dat gebeurt dan ook. Bart Verschijndel weet als spits heel makkelijk weg te lopen van zijn tegenstander. En binnen de minuut is het 0-2. En dan zijn alle bedoelingen weg. De goede bedoelingen van Gemert dan wel te verstaan. En de Gemert-verdedigers vragen zich dan ook hopeloos af. Hoe kan dit? En het zou eerder 0-3 worden dan dat Gemert de aansluitingstreffer zou produceren. Maar Sven van Ommeren houdt voorlopig de 2. Ja, en dan zal er bij Gemert toch uiteindelijk iets moeten gaan gebeuren. Dan maar met z'n allen voor die goal. Dit is nog een slap schotje. Maar gaandeweg de wedstrijd begint Gemert dan toch uiteindelijk de druk uit te oefenen op het doel van doelman Brian Vialle. Gooi de ballen er maar hoog in. Nou, daar komen ze dan hoog. En het eerste gevaar is van Thijs van Pol. Het blijft eenrichtingsverkeer. Vincent Buijs hier aan de linkerkant. Gooit de bal hoog voor het doel. En daar staat dan Thijs van Pol. En de aansluitingstreffer in de 68e minuut is een feit. 1-2. En dan heeft Gemert nog ruim 25 minuten om een doelpunt te maken en de wedstrijd eventueel nog naar een gelijke stand te brengen. Opnieuw Vincent Buijs aan de linkerkant. De bal komt hoog voor het doel en ja, wel of geen, heel Gemert roept om een strafschop. Maar ook hier zegt de heer Puts, gewoon doorgaan. En dit beetje geluk heb je dan ook niet. Brian Vialle laat de bal los, maar hij valt dan op het hoofd van een Unie-verdediger. Maar het werd en het bleef eenrichtingsverkeer richting het doel van Brian Vialle. En dan blijven de uitvallen natuurlijk gevaarlijk van Unie 19. En hier is het de zelfzuchtigheid, want Bart Verschijndel staat opnieuw vrij voor het doel. En als hij de bal naar rechts legt, is het gewoon beslist. Alleen Gemert leeft nog steeds. Vincent Buijs hier, 1-2 gaat er door en dan is het uiteindelijk daar aan de rechterkant een schot die geblokt wordt. Ja, en opnieuw wordt dan, tenminste al wat Gemert is, geroepen om een handsbal en om een strafschop. Maar scheidsrechter Puts weigert de bal op de stip te leggen. En aan de andere kant is het Sven van Ommeren die Gemert dan op de been houdt hier bij die uitval van Tim Wolf. Ronnie van der Elzen richting 16 meter gebied. Ja, hij staat er binnen, hij wordt er duidelijk gehaakt. Ook hier wordt alles weggewuifd door scheidsrechter Puts. Pompen of verzuipen, dat was het devies. Ja, en hier wordt Thijs van Pol onderuit gelopen. En weer roept heel Gemert om een strafschop. En weer weigert scheidsrechter Puts daar iets aan te doen. Op jacht naar de gelijkmaker. Nou, dan krijgt Gemert op de rand van het 16 meter gebied een vrije trap. Wordt in het muurtje geschoten door Vincent Buijsen. Kees Brugmans daar houdt de bal nog binnen. Alles gaat richting het doel van doelman Vialle. Maar het mag niet meer baten. Gemert verliest opnieuw de thuiswedstrijd. Opnieuw een nederlaag thuis op Sportpark Molenbroek. 1-2. En dan ook nog in de derby. Het is een mokerslag die hard aankomt. Die vindt ook Thijs van Pol. Ja, direct na de wedstrijd, de verloren wedstrijd, de tweede thuiswedstrijd die verloren wordt, Thijs van Pol. Wat is er aan de hand bij Gemert? Ja, wat is er aan de hand? Ik denk dat we gewoon ze te makkelijk tegenkrijgen op het moment. En je ziet, de selectie is dun. En wat we op de bank hebben en invullen, dat vult goed aan. Alleen het is, ja goed, het is na de wedstrijd nu kort, maar het is lastig te zeggen wat er nu aan scheelt. Anders, Zeker in de beginfase, ja, vind ik dat de laatste weken slordig balverlies wordt geleden, vooral op het middenveld. Ja, je ziet ook na rust, dan hebben we in de kleedkamer het goede gevoel te pakken en we willen het van ons afgooien en we hebben ook echt het gevoel dat we de tweede helft, dat hebben we je vaker laten zien, dat we het gewoon kunnen omdraaien, die tech ook bijvoorbeeld. En dan ligt hij na 10 seconden erin en dan
dan wordt het heel lastig hier. Dan wordt het heel lastig. En ook gewoon de variatie erin zoeken. Daar hebben we gewoon moeite mee op het moment. Heeft het met het druk te maken? Want van week werd dan verteld, nou, de cadeautjes die we krijgen moeten maar eens uitgepakt worden. Maar jullie blijven het weigeren. Nou, de druk. Tuurlijk krijg je druk. Als je bij zo'n club voetbal schemert, dan heb je altijd druk. En daar moet je mee om kunnen gaan. Alleen, je ziet in deze competitie, iedereen is aan elkaar gewaagd. En dat zal de komende drie wedstrijden ook nog zijn. En als je de komende drie wedstrijden gewoon tot een goed resultaat brengt, dan zien we het dan wel weer. Want de rest moet ook gewoon nog tegen elkaar voetballen. Dus de druk is natuurlijk groot. Maar ik denk dat de groep het goede gevoel te pakken heeft. Maar het komt er op het moment niet uit. Waar in de eerste helft van de competitie wel gewoon heel goed uitkwam. Nou goed, en dan zie je gewoon dat je het gewoon mee moet hebben. Ook met de scheids. En ik geef niet altijd de scheids de schuld. Alleen op dit moment ben ik er even klaar mee. Vooral na zo'n wedstrijd. Kan ik me voorstellen dat de teleurstelling groot is? Ja, op dit moment wel. Ja. Bedankt. Graag gedaan. Nu een thuisnederlaag na OSS 20. Nu Udi die hier met de punten weggaat. Bert, waar is er aan de hand met Gemert? Ja, nou goed, het zijn natuurlijk twee verschillende wedstrijden. Die kun je niet met elkaar vergelijken. Ik vond wel dat we de eerste 5-6 minuten goed begonnen. Ja, daarna werden we heel erg slordig. Ik vond het een hele matige eerste helft. Ja, dat resulteerde dan ook in die 1-0 voor Udi. Ja, daar waren we heel erg ontevreden over. Ja, goed, en dan is het eigenlijk 1 minuut. En dan ligt die 2-0 binnen. Dat is eigenlijk wel zoals je deze wedstrijd kan omschrijven. Daarna hebben we 44 minuten wel alles aan gedaan om in ieder geval een aansluiting en eventueel de gelijkmaker te maken. Maar ja, goed, dan moet je soms een beetje geluk hebben. Soms moet je de scheids een keer mee hebben. Ja, nou goed, Udi heeft nog verder slim gespeeld. Maar ja, al met al, Oost-20 vond ik een incident. Maar dit voelt toch wel een beetje als een mokerslag. Ja, in de eerste helft ook viel. Het duurde tot in de 35e minuut voordat überhaupt de doelman van Udi iets te doen kreeg. Ja, nou dat klopt. Maar goed, het is helemaal niet erg als je geduldig een wedstrijd begint. En het is ook niet erg als je weet dat je tegen Oost-20 weggecounterd bent. Dat je niet zozeer voorzichtiger, maar beter georganiseerd tot een aanval komt. En een wedstrijd duurt 90 minuten, dus je weet dat je kansen krijgt. Maar veel erger is dat we voor in de bal veel te snel kwijt waren. En dat we achterin natuurlijk te slap in de duels zijn en dan toch weer twee doelpunten moeten slikken. Na de 0-1 maak je een omzetting. Ronnie van Elsen komt in het veld. Jorien Brussen gaat eruit. Wat was de reden? Ja, ontevreden. Kijk, je ziet de samenwerking toe van Kotja met Jurie van Brussel is heel duidelijk. Jurie kan naar binnen, toe van eroverheen. Ja, de samenwerking Jurie met Dennis is een hele andere. En dan heb je meer behoefte aan een echte buitenspeler. Ja, Joost is een echte buitenspeler. En probeer je op die manier het spel weer wat in handen te krijgen. Nou, dan vond ik de tweede helft ook wel beter. Opnieuw ja, is het maar weer afwachten wat er morgen gaat gebeuren. Blauw-geel staat met 2-0 voor, dus hoogstwaarschijnlijk gaan die wel winnen. Nu heb je het echt niet meer zelf in de hand. Nou, maar goed, je geeft in twee wedstrijden natuurlijk het kampioenschap weg. Maar ja, je weet in deze klasse nooit. Ik weet het niet. Misschien duurt het te lang. We moeten dan rustig analyseren. Misschien hebben we te veel pijntjes. We zijn niet in de echte bloedvorm. Ja, dan moet je soms een beetje geluk hebben. Dat ontbreekt op dit moment. Op dit moment is het eerder na-competitie spelen dan kampioenschap. Ja, cruciale punt. Laat geen wat het nou uiteindelijk afweten. Ja, vind ik wel. Ik denk dat er nu de fase eraan komt. Dat je had twee hele belangrijke thuiswedstrijden. Onze kracht, hè, publiek erachter. En dan heb je niks. Nou ja, goed, als je niks hebt, dan word je geen kampioen. Bedankt.